In deze film heb ik het over kaders in Photoshop. En ik heb het niet over kadertjes rondom je foto. Daar heb ik ooit al een keer een filmpje over gemaakt. Klik hierboven anders even om dat te zien. Maar dit staat er helemaal naast. Kaders is namelijk ook een gereedschap in Photoshop. En het kadergereedschap dat vind je hieronder of met de sneltoets K. En wat je kunt doen, je kunt een kader trekken op je foto en dat kun je in twee vormen. Je kunt hierboven kiezen voor een vierkant of voor een rondje. En ik ga gewoon beginnen met een vierkant. En als ik het kader over de foto trek, dan zie je dat er eigenlijk een soort van uh, kruisje komt. Het is een beetje lastig kijken ten opzichte van deze achtergrond. Laat ik even tijdelijk bijvoorbeeld een nieuwe laag tussen maken en deze vullen met wit. Je ziet, ik krijg een extra laag en die laag heet kader 1. En dat kader, als je die laag selecteert, dat is eigenlijk gewoon een vierkant met een kruisje erdoor. En dan zul je misschien denken, ja, wat heb ik daaraan? Nou, daar kun je dingen mee doen. Daar kun je een foto aan koppelen. En ik heb bijvoorbeeld een foto van een landschap. En wanneer ik deze landschapsfoto bijvoorbeeld naar mijn eigen foto sleep. En ik laat hem boven op het kader vallen, dan wordt die daaraan gekoppeld. En je ziet, de foto wordt alleen zichtbaar in het kader. En ik krijg er in mijn laag van het kader eigenlijk ook een soort laagmasker bij met daarin de foto. En deze foto maakt samen met dit kader dus eigenlijk een soort geheel. En je moet hieronder even goed in de gaten houden wat je nu hebt geselecteerd. Nu staan er bijvoorbeeld vier witte hoekjes rondom mijn foto. Maar als ik op het kader klik, dan zie je dat die witte hoekjes verplaatsen. En wanneer je kijkt naar de foto, dan zie je dat wanneer ik het kader geselecteerd heb. Ik de hoekjes rondom het kader heb. En dan kan ik het kader vergroten en verkleinen. En als je de foto selecteert en het verplaatsgereedschap. Dan zie je dat de hoekjes rondom de foto staan. En dan kun je de foto verplaatsen. Nou, dit kader kun je dus gewoon geheel op maat maken naar eigen smaak. Je kunt het breder maken, je kunt het smaller maken. En hij laat in de achtergrond eigenlijk alleen de foto zien. Ik ga de witte laag even wat transparanter maken, want ik wil er natuurlijk wel mijn hout een beetje doorheen zien. Dit kader kun je dus gewoon met je verplaatsgereedschap aanpassen naar je eigen wensen. En als je iets hebt gevonden waarvan je zegt van, hé, hey, dit is wel goed, dan kun je daar ook je foto in op maat maken... En vervolgens kun je hiermee dus een soort van foto plaatsen in dat kader. En kun je dus heel makkelijk gewoon het kader verslepen en de foto ergens anders neerzetten. Je zou dit kunnen gebruiken wanneer je bijvoorbeeld het layout van een website maakt. Je zet gewoon een kader neer waar je een foto wil hebben. En vervolgens ga je dat passen en meten. En je dropt er gewoon je foto op en je bent klaar. Een kleine tip nog: als ik nu bijvoorbeeld het kader groter maak, dan blijft mijn foto in dezelfde verhouding. Nou, je kunt hieronder ook gewoon beide dingen selecteren. Nu staan de witte vlakjes rondom mijn kader. Maar als ik de shift ingedrukt hou en ik klik op de foto, dan zie je dat er allebei witte vakjes omheen staat. En pak ik nou met Ctrl-T bijvoorbeeld het transformatiegereedschap en ik sleep het groter. Dan past het zich allebei aan. Ik maak hem even wat kleiner en ik zet hem daar neer. Ik ga nog een kader maken. En in dit geval maak ik een rond kader. En dat kun je er ook gewoon overheen slepen. En in principe zal het in eerste instantie ovaal worden. Als ik het nu loslaat, zie je dat ik een ovale kader heb. Ik maak het even omgedaan. Houd je nu de shift ingedrukt, dan zullen je verhoudingen één op één blijven. En krijg je dus een perfecte cirkel. En Als ik hem loslaat, verdwijnt om de een of andere rare reden ook mijn witte achtergrond. Dus die maak ik heel eventjes opnieuw. Zodat je het gewoon allemaal beter kunt zien. Wederom een vierkant, geen kruisje er doorheen, dit keer. Het werkt bij een cirkel, kennelijk iets anders. Ik heb nog een tweede foto, en dat is een foto van een huis. En deze sleep ik ook naar mijn foto, en die laat ik eens niet op een kader vallen, maar er gewoon buiten. Ik wil namelijk gewoon ook even laten zien hoe je een foto die niet in je kader zit, in je kader plaatst. Het is geen kwestie van gewoon je foto erop slepen, dat werkt niet. Je kunt wel de inhoud van je kader weggooien, en hé, hey, daar gaat dus mijn witte achtergrond. En ik moet het even goed doen. Je ziet dat je geen inhoud meer hebt in je kader en je sleept gewoon je foto naar die laag en hij wordt daarin geplaatst. Wederom maak ik hem gewoon even netjes op maat. En ik was op zich toch wel een klein beetje gecharmeerd van die witte achtergrond, dus ik plaats hem er wederom gewoon weer achter. Zoiets. En op deze manier kun je dus gewoon werken met kaders. Is het lastig? Nee, valt op zich wel mee. Heb je hier als fotograaf iets aan? Dat misschien ook niet zozeer. Maar voor designers is het misschien een welkome aanvulling. Je kunt dus gewoon ergens een kader plaatsen, bijvoorbeeld op een foto of van een muur waar een schilderij hoort te hangen. En je kunt gewoon foto's in dat kader slepen, aanpassen, zonder dat je ingewikkelde selecties hoeft te maken. En als je dat als een soort van template doet, zou je dus op die manier iedere keer heel makkelijk gewoon een andere foto in dat schilderij kunnen plakken. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken, tot de volgende keer en doei doei!